De inmiddels bewezen Nexus 2 is een sportieve motelaars die nu ook weersbestendig is. Ik ben Oscar van Motorkleding Center en dit is de review van de Danese Nexus 2 DWP beschikbaar bij Motorkleding Center. De Nexus 2 DWP is opgebouwd uit een combinatie van leer en textiel en is voorzien van een waterdicht en ademend membraan en is hierdoor ideaal te gebruiken in de zomer, maar ook op de natte dagen in het midseason. De laars is vrij sportief en dat zie je ook aan de enkelprotectie die erop zit, maar ook aan het algemene uiterlijk van de laars. En is hierdoor dus ideaal te gebruiken op bijvoorbeeld een sportmotor, maar kan ook op een naked bike of een sporttourmotor zeker prima gebruikt worden. Als we gaan kijken naar de veiligheid van de laars, dan zien we dat de buitenlaag voornamelijk is opgebouwd uit een dik en slijtvast rundleer. En het voordeel hiervan is dat het een zeer beschermend materiaal is, maar ook soepel is en dus voldoende comfort biedt. Uiteraard zijn er ook nog verstevigingen rondom de schoen doorgevoerd. Die zien we aan de voorkant rondom de laars, aan de voorkant bij de tenen door een kunststof versteviging. Ook zien we nog een toeslijder erop zitten. Het idee van de toeslijder is dat op het moment dat je laag de bocht doorgaat, je niet de laars beschadigt door middel van slijtage rondom de grond, maar dat gaat door middel van de toeslijder. Deze toeslijder kan, wanneer het nodig is, eventueel ook vervangen worden. Rondom de achterkant zien we dan dat die volledig is afgewerkt met een TPU buitenlaag, wat er uiteraard op die manier ervoor zorgt dat hij extra stevigheid biedt. En daaronder is vervolgens nog een kunststof versteviging erin gezet rondom de hiel, zodat je daar ook weer extra protectie hebt. Uiteraard zit er een volledige enkelbrace op die duidelijk te zien is met een scharnierpunt op het midden. En dit scharnierpunt zorgt ervoor dat je nog wel voldoende bewegingsvrijheid hebt, maar door middel van dit enkelbrace systeem weerhoudt het je enkel ervan om te gaan draaien. En op die manier wordt hij dus altijd op zijn plek gehouden en heb je daar ook weer extra protectie. Doorgaand naar het comfort kunnen we aan de voorkant zien dat hij verstevigd is met een extra patch rondom het gedeelte waarmee je schakelt. Op deze manier heb je wat extra duurzaamheid rondom de laars en kan die daar ook niet snel door gaan slijten. Ook zien we een accordeon stretchpaneel rondom de bovenkant zitten, zodat je daar ook weer voldoende flexibiliteit hebt en de laars daar goed mee kan bewegen. Vervolgens zien we daaronder ook nog een reflectiestrookje die de zichtbaarheid ten goede komt. Vervolgens zien we aan de binnenkant rondom de hiel dat er ook weer een extra TPU materiaal is aangebracht, zodat je daar ook altijd voldoende grip op de motor behoudt, maar dat daar de slijtvastheid, maar ook tevens de duurzaamheid van de laars meteen weer een stukje omhoog gaat. Aan weerszijden zien we vervolgens nog een textielmateriaal wat extra flexibiliteit in de laars biedt. De achterzijde kan volledig opengezet worden door middel van de grote afsluitrits. En dan zien we dat die door middel van de flap aan de achterkant ook rondom de achterzijde van de voet gewoon goed afsluit. Verder zien we dat de binnenzijde van de laars volledig is afgewerkt met een 3D mesh materiaal. En op deze manier zorgt dit ervoor dat het vocht en transpiratie opgenomen worden, weggetrokken worden vanuit de huid. En dus ook gewoon naar buiten uit de laars weggevoerd kunnen worden. Voor de rest is de laars voorzien van een volledig waterdicht en ademend DWP membraan. En dit zorgt ervoor dat je op natte dagen ook de laars prima kan blijven dragen, omdat water niet naar binnen kan trekken, maar vocht en transpiratie dus nog wel naar buiten. We zien vervolgens ook nog een stelsysteem aan de achterzijde wat werkt door middel van klittenbandjes. En deze kunnen volledig opengezet worden, zodat je er zelf voor kan kiezen om de laars nog eventueel wat strakker of wat losser af te stellen rondom de kuiten. Ook zien we nog een neopreen afwerking aan de bovenkant, waarmee je ook weer de afsluiting rondom het been of eventueel rondom het leren pak kan verzorgen. Wil je weten wat voor jou de ideale maat is? Blijf dan nog even hangen. Vond je deze video leuk of nuttig? Geef ons dan een duimpje omhoog. En wil jij graag op de hoogte gehouden worden van alles wat we doen bij Motorkleding Center? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vergeet ook niet even het belicoontje in te drukken, zodat je op de hoogte gehouden wordt van wanneer wij een video online zetten. Ik ben Oscar van Motorkleding Center en bedankt voor het kijken.